Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en ik heet je van harte welkom bij aflevering 241 van Rijt Kick of the Week. Deze week een oudje bezoek geweest. Die zouden we in moeten ruilen, maar het is een hele lastige inruilen. Een Porsche 911 uit 1973. Komt voorbij, wel erg mooi om te zien. Verder, de rode R8 V10 Spider Performance is verkocht. Er komt een hele mooie BMW M3 CS, het nieuwste model, op bezoek. Er komt een R8 V10 Plus voor een stukje onderhoud. Daarnaast verkocht de BMW 540i Touring in ruil van een hele mooie BMW X5 45e in grafietgrijs. Een Porsche 911 991.2 GT3. Bij deze auto gaan we een rolkooi monteren en een Akrapovic uitlaatsysteem. Een Leon Cupra met een kapotte karterpan. Ook de bruggen worden deze week gemaakt. Die hadden dus een fabrikagefout in de geleidingrails zitten. Wordt deze week opgelost. Ja, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 241. Deze Seat Leon Cupra staat hier voor het bekijken van een lekkage. De klant is met een auto door een zandweg gereden en heeft aan de onderzijde van de auto iets geraakt. Merkt al gauw dat hij vloeistof onder de auto zag lekken. Hier zie je de karterpan met best een dikke brok zand eraan. Helemaal nat van de olie. Dus we gaan hem even schoonmaken. Kijken wat er precies aan de hand is. Maar we verwachten dat er een scheur in het karter zit. Oh, sterker nog. Je ziet hier de scheur al zitten, zie je dat? Dus. Die moet waarschijnlijk vervangen worden. Deze zwarte Audi R8 staat hier voor het uitvoeren van een olieservice. Erg mooie auto, veel carbon erop. En wederom een kratje bier van een trouwe kijker van de Kick of the Week. Die had een feestje gehad, die had hem over. Of wij hem willen hebben, ja. Wij zijn de flauwste niet. A35 AMG binnen voor onderhoud. Gaan even kijken voor de zekerheid wat hij allemaal nodig heeft. Kijk, Erwin is er ook blij mee. Bezig aan de olieservice van de Audi R8. Deze auto zit een dikke 5,2 V10 in. Meerdere aftappluggen. Alle olie is er al af. Pluggen zitten er weer in op het juiste aanhaalmoment. Nu het oliefilter vervangen. Nieuwe olie erop. Ik ga beginnen aan de Opel Insignia. Ingerad op de Q7. Hij is nappalid. Zie je niet veel op een Insignia. En hij heeft dan ook voor de, even kijken, de bestuurdersstoel, dat je de wangen kan verstellen. Dus in breedte. Ja. En de massagestoelen. Botswaarschuwing heeft hij. Ja, ze denkt zo'n beetje alles op. Automaat. Wat je kan verkrijgen. Ventilatie, verwarming in de stoelen. Schuifdak. Schuifdak. Ook uitgevoerd met de LED koplampen, OPC line, head-up display. Veel werk om de showroom klaar te maken. Nee, ik denk dat het wel meevalt. Hij kan wel een goede poetsbeurt gebruiken, maar ja, hij is van binnen, met name het leer en het stuur mag goed gedaan worden. Maar qua lakwerk ziet hij er eigenlijk wel best goed uit. Ja. Nou, mooi. Dus binnenkort online. Porsche 911 uit 1973 is hier op bezoek voor de Ferrari 328 GTS. Die auto moeten we inruilen. Die is aan de onderkant compleet aangepakt. Alleen aan de bovenkant daar zijn er wat schoonheidsdingetjes. Dan zou die een keer een nieuwe laklaag kunnen gebruiken. En Marijn zet hem even binnen. Dat is natuurlijk anders dan het alle nieuwe spullen natuurlijk. Het koppelingspedaal wat nog mooi in de bodem verdwijnt, hè. Misschien heb je het wel ooit gehoord wat ze zeggen. Onderhoud is behoud. Als je deze interieurfilter ook ziet.
Ik denk dat die nog nooit vervangen is, joh. Als ik het zo zie. Super vies. Helemaal vol. De auto even stofzuigen en een nieuw filter erin zetten. En de olieservice bij de Audi R8 is weer uitgevoerd. Klaar om opgehaald te worden. Deze Audi RS3 staat hier voor het bekijken van wat puntjes. Het navigatiescherm zou niet goed werken. En de radio doet het soms niet goed. Dus hier gaan we even naar kijken. Verder werkt de cruise control niet meer. Dus we gaan even kijken of die nog wel qua codering of daar alles aan klopt. Verder zat er een kraakje in de auto links voor. Ik heb net even een stukje gereden. Dit lijkt van de stabilisator rubber af te komen. Zien we wel vaker. Die kunnen wij invetten en dan is dat gekraak ook weer opgelost. Het is maandag. Vanmiddag de BMW 320D verkocht aan België, heb ik verteld. Hè? Ja, is goed. En dan nu de BMW X5 45e ingeraald op een BMW 540i Touring. Een hele mooie, hele dikke 45e in grafietgrijs 2022. Aan deze man verkocht een, ik kom uit het oosten van het land. Aan deze man verkocht dus die 540i. Dan gaan we het onderstel aanpassen. We gaan nieuwe Breezet Concaver monteren, de splitter monteren, de spiegel spuiten, vinnetje spuiten, de diffuser spuiten, een glascoating komt erop. Ja, wat nog meer? In ieder geval, die gaan we helemaal super dik maken. Logo's eraf, logo's erop. Een hele lijst met werkzaamheden. Ik ga hem op slot gooien, want het is ondertussen 7:30 volgens mij. Dus ik ga lekker eten. Deze blauwe Porsche Cayenne staat hier voor het uitvoeren van een interne motorreiniging. We gaan hem binnenrijden. En de Cayenne Turbo staat in de spoelmachine. We hebben de afzuiging eraan hangen. We hebben eerst alle olie afgelaten. Daarna gevuld met spoelolie. Nu staat de auto een uurtje te draaien. Hij staat er nu 17 minuten aan. Dus die heeft nog even te gaan. Daarna gaat de spoelolie eraf, die wordt afgezogen. Komt er een nieuw oliefilter in. En dan gaan we hem vullen met Mobil 1. Zit er origineel ook op, zoals je ziet. Hebben wij gewoon. Nieuwe katerpan zit eronder. Nieuwe olieniveausensor. Rondom nieuwe boutjes erin. We gaan even een nieuw filtertje monteren, een nieuwe olie erop. Dan hopen we dat het daarmee is opgelost. En de interne motorreiniging bij de Cayenne is uitgevoerd. Hij staat weer klaar om opgehaald te worden. Deze mooie Tiguan staat hier voor het uitvoeren van een inspectie en groot onderhoud. Mooie zwarte wielen eronder met rode remklauwen. Wat gaan we aan de auto doen? Een olieservice, het luchtfilter vervangen, het interieurfilter vervangen, een brandstofadaptief. Alle vloeistoffen aan peil zetten, een panoramadakservice, een remvloeistofservice. Dus een hele waslijst. We gaan gauw in de gang. Ik ben bezig aan de Volkswagen Tiguan. Remvloeistofservice en olieservice heb ik net uitgevoerd. Ik had de auto in de tussentijd even nagekeken. Hier zie je wat opgedroogde koelvloeistof hangen. Die komt van hier bovenaf. Dat is er doorkijkt. Even scherp stellen. Dan zie je dat er een lekkage is aan het waterpomp thermostaathuis. Bekend kwaaltje met de 2 liters. Dus we gaan adviseren aan de klant om die te vervangen. Middendemper onder de auto is verwijderd. Achterdemper zijn stukken aangemaakt zodat die op een Tiguan R lijkt. En mij viel op bij het wielager linksachter dat hij maar met 2 bouten vast zit van de 3. Hier zie je een gat zitten en daar moet eigenlijk zo'nzelfde multitorx bout in zitten. Dus we gaan even kijken of we nog zo'n bout hebben liggen en die op het juiste aanhaalmoment vastzetten.
Dan gaan we gelijk even de rest aan maar navoelen. Moet natuurlijk niet zo zijn dat het allemaal losloopt. En de Cupra is klaar. We hebben even proef gereden. De auto die rijdt er was van ouds. We gaan nog hopen dat het zo blijft. Dat er geen hele kleine motorschade in zit die we niet hebben gevoeld. Die later wel opspeelt. We hebben hem even gewassen, uitgezogen. Een bandje mooi blinkend gemaakt. Kan de klant hem weer komen halen. Deze Audi A6 3 liter TDI staat hier voor het bekijken van een olielekkage. De auto heeft inmiddels 451.000 kilometer gelopen. En zoals je ziet is hij zeiknat. Alles zit onder. Ik ga de voorkant van de motor even goed reinigen. Zoals je ziet begint de multiriem ook te scheuren. Deze loopt op de buitenste rand van de krukaspoelie. Zoals je ziet is er links van de riem nog ruimte. Daar hoort hij eigenlijk mooi tussen. Er zitten twee van die opstaande randen aan de krukaspoelie. Daar hoort hij mooi tussen te lopen. Deze loopt op die rand. Zoals je hier ziet. Dus we gaan ook even kijken wat daarmee aan de hand is. Nu even alles goed schoonmaken en kijken waar die lekt. Geen verkeerd uitzicht als je 's morgens je broodtrommel in de kantine gaat leggen. Of wel, Bram? Dit is gewoon niet normaal. Porsche GT3 4 liter. En hier thuis. Zo zal je eerst de klant omheen. Ook belangrijk. Keurig. Turbo hoor je goed? Sportief op de fiets als altijd. Sportief op de fiets als altijd. Lekker. Deze gaan de Volkswagen Tiguan. We zijn het waterpomp thermostaathuis aan het vervangen. Hier zie je de nieuwe klaar liggen. En hier zit de oude. Hier zie je nu goed aan de voorzijde van de motor alle opgedroogde koelvloeistof zitten. En daarboven zit hij. Ik heb er al wat slangen van afgehaald. Dus die gaan we vervangen. Vandaag de mannen van Overlander hier voor de twee klommers van Ravag Lioli. Ik zeg altijd ravioli. Ik kreeg commentaar omdat dat een pasta is. Dan denk ik, ja, dat vind ik toch makkelijker. Ik struikel toch al vaak over mijn tong. Als ik dan Ravag Lioli moet zeggen elke keer, dan gaat het mis. Maar vandaag worden dus die geleiders worden gemaakt. Er worden nieuwe Teflon bussen ingezet. En dan moet het probleem opgelost zijn. Het is best een flinke klus. Want als ik het zo zie, dan worden ze compleet afgebroken.
er blijven alleen die staander staan. We zijn dan weer heel die tunnelen afbreken. Dan gaan die dingen er helemaal uit. Dus dat is best wel een flink werk. BMW M2 Competition met maar liefst 15.000 kilometer. Eigenlijk nog bijna nieuw. Staat hier voor een remvloeistof service en een airco service. Kijk, remvloeistof zijn we nou weer bezig. De Opel Insignia OPC lijn heeft het Ride Wellness Treatment programma onderaan. Hij is helemaal klaar. En daar eindigt de wellness niet mee, want een volgende eigenaar die kan genieten van de uitgebreide massagestoelen. Alles in te stellen. We gaan de auto naar buiten rijden voor de eindcontrole. En nog even de remschijven schoonremmen. Na het spuiten van de naaf en de klauwen. En dan kan die showroom in. Deze erg mooie BMW M2 staat er voor het uitvoeren van een remvloeistofservice en een airco-service. Die heeft Bram al uitgevoerd. En de waterpomp is gedemonteerd. Hier zie je de oude liggen. Hier ligt de nieuwe klaar. En zo kun je mooi zien waar die zit. Verstopt onder het inlaatspruitstuk. En dan zit hij daar waar je die openingen ziet. Dan zit hij op de motorgeschroefd. En wat is de Insignia mooi geworden? Bijna niet van nieuw te onderscheiden. Prachtige kleurstelling ook. Met het cognackleuren interieur. Goeie klant van ons op bezoek. Tevens de oude eigenaar van mijn Clio Williams. We kennen elkaar al heel lang. Heeft bij een Range Rover SVR met 24 inch volse wielen. Jawel. De Opel Insignia gaat even de showroom in. En zodra het weer het toelaat, gaan we foto's maken. 4 M50. Bezig met het verlagen van de auto. Dat is de originele veer. Even kijken. En dit is de veer die ervoor terugkomt. Achter zit er een luchtballig op. Ze wordt verlaagd met de stangetjes. Die zitten nu nog los. Die moet even in hoogte afgesteld worden. Even kijken wat het mooiste staat. Dat het comfortabel blijft, maar dat het toch mooi eruit ziet. Dan uitlijnen. En dan is hij klaar. Voordat we start maken van het detailen van de Audi RS4, even een optische controle van het in- en exterieur. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de benodigde werkzaamheden. Deze 2019 Audi RS4, vorige week opgehaald bij Volvo in Tiel. Daytona grijs, lekker volgende opties. Begin gemaakt nu aan het detailen van de auto. We beginnen natuurlijk met een grondige wasbeurt. Dan gaan we de auto kleien en dan gaan we hem in een paar stappen pleisteren. Interieur heeft wel wat aandacht nodig. Het leer moet weer mooi gemonteerd worden en ontvet worden. En we gaan er weer een bijna nieuwe van maken. Komt hij naar buiten, de Audi RS6, die lekkere lage zwarte RS6, downpipes aangepast. Die gaat weer terug naar België. We gaan als het weer het mee het toelaat, zeg maar, de Insignia fotograferen, zetten ze hem. De Opel Insignia is denk ik wel de meest volle Insignia die er in Nederland te koop staat. Ik heb een beetje gekeken wat er te koop staat en het is allemaal minder luxe dan deze. Hij heeft echt alles is aangevinkt bij die man. De man heeft hem nieuw gekocht. Van 2017.
was hij lekker, hè? Toen even teruggelopen. Die ligt mooi diep in zijn schermen. 23 inch eronder. En nu dan met het juiste geluid. Kijk. Klinkt goed, hè? En het waterpompthermostaathuis bij de Tiguan is vervangen. Hij staat weer klaar om opgehaald te worden. En we gaan gelijk door met deze Mercedes A35 AMG. Hier heeft Bram al het een en ander aan onderhoudswerkzaamheden aan uitgevoerd. We waren nog even aan het wachten op de differentieelolie. Die is origineel binnengekomen. Dus die gaan we ook nog even verversen. Mooie auto. Groot scherm erin. Stoelen met rood leer bekleed. En ik ben verder aan het gaan aan de Audi A6 met de olielekkage. De krukaskering was lek, die heb ik vervangen. Hier zie je de nieuwe alweer zitten. Verder hebben we nog even gekeken waardoor de riem er vanaf liep. Er zit heel veel speling op deze looprol. Dus die gaan we ook vervangen. Nieuwe multiriem erop met alle rollen. Hier ligt de oude riem. En hier ligt de oude kering. Dit is van het loshalen. Maar verder was de kering helemaal beschadigd. Ik denk ooit iets tussen gekomen of zo. Vandaar dat die is gaan lekken. En dan zie je hier de krukaspoelie. Er zit een grote scheur in. Dus die gaan we ook vervangen. Is allemaal besteld. Onderdelen komen zo meteen binnen. En die gaan we nu weer monteren. Daarvoor heeft de hemel moeten zakken. Ook hebben we hier de sierlijst in de grill gespoten. Dit gedeelte en deze zwart logo gemonteerd. BMW 5-serie binnengekregen met beruchte, befaamde, beroemde M20 motor. Van een collega autobedrijf. We zaten met de handen in het haar. De auto staat al 2-3 maanden met het probleem waar ze niet uitkomen. Turbo maakt rare bijgeluiden, motor houdt in, de meest gekke fratsen. Maar geen storingsopslag, dat is het vreemde eraan. Gevraagd of wij tussen de soep en de aardappel er even naar wilden kijken. Zit op de blow-off klep, die laat dus de turbodruk af. Zit een elektronische stekker op, die is daar ja. Ja. En ik heb meteen het schema erbij gepakt en ik zag dat er verkeerde kleurcombinatie kwadraten op zat. Dus even een lijstje gemaakt. We hebben nog meer aan kleurcombinaties. Zag ik de thermostaat met dezelfde draadbundel, twee stekkers. Deze, even alles vergeleken. Bleek, stekker naar de thermostaat en naar de blow-off valve omgedraaid. Stekkers gewisseld, motor laten lopen en motor reageert zoals het hoort. Dus ja, probleem getackled. En al meerdere autobedrijven naar gekeken. Meerdere zogenaamde specialisten naar gekeken. Alleen, toch met de... Gewoon logisch nadenken, iets beredeneren, schemaatje erbij, kleuren kijken en het probleem gevonden. En opgelost, zullen ze blij mee zijn. Komt weer een doos worstenbroodjes aan, dat voel ik nou wel. Nieuwe onderdelen binnen voor de Audi A6. Nieuwe krukaspoelie, die was uitgescheurd. Hier zit een rubber in om de slaande kracht van de krukas op te vangen. En die is hier, ligt de oude nog, mooi zien. Hier is hij begonnen met scheuren. De multiriem liep eraf, dus liep steeds verder naar buiten, hier op een gegeven moment over deze kant heen. Dus we hebben besloten om nieuwe spannen en nieuwe looprollen te plaatsen. Ja, deze dan ook te vervangen. Dus hopen we dat hij er daar weer even tegenaan kan. De auto heeft nu 4,5 ton gedraaid. Dus op naar de volgende. De volgende ton. Hey, doe een zakjes man! Hier een prachtige 991.2 GT3. Die we van wat upgrades gaan voorzien. Dit standaard al voorbereid in de rollenkooi in. Houdt in dat het achtersteven maar wat gemonteerd is af fabriek. Maar de voorbereiding om hem verder uit te breiden naar zeg maar de cup variant, de circuit variant. Kun je bij Porsche Motorsport nabestellen.
deze set die hier ligt. Originele IJzerman rolkooi. Gaan we hem mee uitbreiden, waardoor die echt nog meer hardcore trackday toe wordt. En dan fantastisch wat hier ligt. Compleet uitlaatsysteem. Van voor naar achter. Ja. Voor naar achter klopt niet helemaal, maar in ieder geval vanaf de motor naar de achterzijde auto. Spruitstukken met racekatalysatoren. Bypass gedempt systeem. Volledig ECE goedkeur. Dus wens van de eigenaar was ook door Europa kunnen rijden, door Duitsland en Zwitserland kunnen. Er zit ECE type goedkeur op, maar met druk op de knop gaan de kleppen open en komt er toch een onwijs volwaardig super vet akrapenbeats geluid uit. 6 nieuwe bougies die we nog gaan monteren, 6 nieuwe bobines, nieuwe diffuserplaat, de oude heeft een kleine beschadiging, dus daar gaan we een nieuwe voor monteren. En dan gaan we helaas was er geen Evangery kit voor te krijgen, dus we gaan daar een BMC, twee BMC inzetfilters gaan we daar op monteren. Dus allemaal al denk ik een van de dikste GT3's in Nederland aan. We gaan de Audi A6 starten. Ja, we hebben de drukaskering vervangen. Die moet nadat die vervangen is een tijdje op zijn plek en rustpositie zitten, dat hij zich goed uit kan zetten. Dus voor de afdichting, dus 4 uurtjes. Die tijd hebben we nu afgewacht. Dus we gaan hem nu starten en hopelijk is hij dicht. Als het goed is wel. Proefrit met de BMW 540D. Dat is de klant van de A6 met 450.000 kilometer, als ik het uit mijn hoofd goed heb. Voor het Fiesta op bezoek gaan we Max en Sideskirts op monteren en even een vakantiecheck geven. Hij gaat ermee bovenin naar Noorwegen. Het uitlaatapparatuur is natuurlijk niet weg te denken in de moderne werkplaats. We werken zelf met Texa, inclusief de supercarmodule, dus we kunnen ook Lamborghini, McLaren, Ferrari uit deze. Daarnaast werken we met Ista van BMW en met Otis van Wacker. De velgen van de Maserati gedemonteerd. We gaan nu de banden demonteren. Daar ligt er al eentje klaar. En dan gaan we ze herstellen. Erg mooie Seat hier staan voor het uitvoeren van een DSG-service. Ook gaan we de haldex-koppeling servicen. Erg vet, helemaal zwart. Carbon accenten, frontsplitter, spiegelkappen. Hier op de skirts carbon. Diffuser van carbon. Mooie auto. Elke service aan het uitvoeren bij de Ford. Ook nog even voor de zekerheid voor de vakantie. En we hadden gezien dat de remblokjes. Kijk, die zijn niet op, maar er zitten nou nieuwe Brembo blokken tussen. Dus die kan weer veilig op pad. Bezig aan de Seat. De luchtfilter en accubak gedemonteerd met de accu. Hier zie je het transmissiefilter zitten. Die zit onder die zwarte dop verstopt. Die gaan we vervangen. Daarna verse olie erop. Proefrit met de rode Audi R8. De Spider. Geen inneral. Klant op bezoek. Inneral van de M3, ook op de rode R8. Een kleine tussenstand. Audi RS4 is bijna klaar.
interieur nog even afwerken. Hier staan twee projectjes. Die wacht even op Luc. En hier hebben wij een claim neergelegd, wat ik al zei, bij Audi. Daar hebben wij gisteren akkoord op gekregen. Dus er worden wat, het was mijn vraag van of hij gaat terug of een vergoeding. Nou, we staan open voor een vergoeding. Heeft toch de keurmeester denk ik een paar lellen om zijn oren gehad dat hij beter moet kijken. Maar geen probleem, we gaan het gewoon netjes oplossen. En we gaan met die R8 motorkap spuiten. We gaan de koplampen meteen weer meenemen en de voorbumper spuiten. De kapjes rondom de raam met een paar puntjes op. Pak ook meteen even mee. De velgen hebben we al weggebracht. Die zijn naar de velgenhersteller. Die worden weer mooi. Ja, oh ja, dat was nog. Ik moet vandaag laten weten of ze glanszwart worden of brons. Hetzelfde als die RS3 pas. Even kijken wat ik daarmee ga doen. Dus die gaan we hem klaarmaken. Van de week al gezegd, deze 540i Touring 2022 verkocht. Die wordt op dit moment verlaagd. Klauwen rood. De fuser hebben zwarte spoten. Komt een splitter voor op de bumper. Andere spiegels erop volgens mij. En performance inleg in de stuur. En 21 inch vossen. Dus deze wordt erg dik. Het is wel een projectje van denk ik een anderhalf, twee weken. Mijn eigen RS6 zijn we nog bezig. Maar nou, we hebben geen tijd. Met die verrekte uitlaat. Het klepsysteem werkt niet naar behoren. Dus daar gaan we nog even kijken wat we kunnen maken. Volkswagen Polo binnen voor het nodige onderhoud. En we zijn nog bezig met de 991.2. Monteren van een Akrapovic uitlaatsysteem. En een rolkooi. Verder hangt er nog een Seat Leon FR op de brug voor het nodige onderhoud. Het is vandaag vrijdag. Morgen nog één dagje en is het weekend. Alleen we hebben nog veel werk te verzetten. Op dit moment is een klant rijden met de Audi R8. V10 Spyder Quattro Performance. Die zijn rijden, dus dan ben ik benieuwd wat we daarmee kunnen. Een extreem dikke BMW M3 CS op bezoek. Prachtige details. Die hebben die grote nieren, maar dan een hele andere opbouw van de nier. Carbon splitter, die ook niet misselijk is. De intakes van carbon. Carbon motorkap. Zie je ook bij de Range Rover SVR, die is compleet van carbon. Alleen ze hebben gewoon een stukje open gelaten dat je kunt zien dat er carbon onder zit. Dat zijn van die details waar ik wel een beetje warm voor. Een hele bijzondere tint op de CS-velgen. Veel carbon. Die hele dikke stoelen eronder. Eronder, erin. Echt een prachtige auto. Een kaal 911 bibsje. Loopt alles naar plan, Erwin? Ja, guck mal, super geil. Alles met Schutzfolien afgeklebt. Wunderbar. Oh, super. Veiligheid boven alles. Hè? Ja, genau. Jetzt die Schalensitzen rausnehmen. Für Einbau von der Überrollkäfig. Von der Firma Eisenmann, original. Eisenmann? Genau. Ich muss hier mal bücken, Eisenmann. Ja, das können sich. Eisenmann baut Spezialteile für Porsche AG. Sehr, sehr schön. Und jetzt? Ja, jetzt holen wir die Schalensitze raus, die Kohlefaser Schalensitze. Und dann fangen wir an, den Käfig einzubauen. Viel Erfolg! Dankeschön, hört sich gut an. Vandaag klantenbezoek gehad voor de Audi R8 V10 Spyder, de Performance. Die gaan we compleet afleveren klaarmaken. We hebben een Mailtrack uitlaatsysteem besteld voor deze auto met een OPF delete. Dus hij gaat nog klinken als een Formule 1 auto. Nemen jullie natuurlijk mee in de aanbouw en in de verbouwing van de auto. Maar ook zeker in het resultaat. Dat gaat weer erg dik worden. 2019 Audi R8 in Tango rood, Tornado rood. Ik weet het niet meer. Tango rood of Tornado rood. Hele dikke verschijning.
En de Seat staat weer klaar om opgehaald te worden. We hebben een DSG-service uitgevoerd voor als differentieel, dus het speerdifferentieel en het achter als differentieel, dat is het Haldex differentieel, hebben geserviced. Echt een hele vette auto. Met de juiste stoelen erin. Voorzien van een ander stuurwiel. Rode gordels. Aangepast uitlaatsysteem. Klinkt ook erg goed. Vrijdagmiddag 5:30. Precies klaar voor het weekend. Deze prachtige Audi RS4. En wat blijft toch een schitterend model. Met die uitgeklopte spatschermen. Knipoog naar de Audi Urquattro. En niet te vergeten die smeuïge en heerlijk klinkende zescilinder. Een hele fijne motor. John zal het eindresultaat nog wel uitgebreid op de video zetten. Als hij hem buiten gaat fotograferen. Wij gaan zeggen met z'n allen een pilsje drinken. Dat doen we meestal op vrijdagmiddag. Een lekker weekend houden. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tijd om een 40-50 foto's gaan te maken van de nieuw binnengekomen Opel Insignia 1.5 Turbo Open C-Line. Ja mensen, hebben wij ooit een Opel staan? Eigenlijk nooit hè. En dan hebben we er een staan. En is wel de dikste en de volste Insignia Open C-Line die hier op dit moment te koop staat. Voller als dit vind je hem niet. Komt van de eerste eigenaar af. De man heeft hier een Q7 3 liter V6 TDI gekocht. En deze schitterende Insignia ingeruild. Er zit echt werkelijk alles op. Alles is aangevinkt. Massagestoelen, head-up display, leer op het dashboard. Het dikke leer erin. Een open dakje, zwarte hemel. Die luxe koplampen, verwarmde achterbank, verwarmde voorstoelen. Hij zit echt chock en chock vol. Ook de ACC zit erop, 360 camera, mooie 18-wielen erop. Open C-Line wil zeggen, die splitter eronder, dikkere skirts en een andere achterbumper, onder andere. Daar kun je het aan de buitenkant meteen aan zien. Het is echt een hele dikke verschijning. Nu online, rijdauto's.nl. Van binnen, geperforeerd nappaleer. Die AGR stoelen erin. Met massage. Ja, hij is toch wel af te noemen hoor. 1500 turbo. 2017. 109 gelopen. Uiteraard hebben we de navies en de klauwen weer aangepakt. Ziet er allemaal super strak uit. Dennis heeft extreem zijn best gedaan. Erg netjes. Ja mensen, dit was jou weer. Rijd Kick op de Week aflevering 241. Bedankt voor het kijken. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Even de moeite nemen. Help ons naar die 100.000 abonnees toe. Onder het filmpje op abonneren drukken, belletje aan. En je blijft op de hoogte van alles wat wij hier doen. Heb je interesse in de Kick the Week merchandise? Ga dan naar rijdautos.nl/merchandise. Kom je onze webshop voor een polo, petje, hoodie, sweater of een bodywarmer. Rest mij nog om jullie een fijn weekend te wensen. Ik zie jullie graag volgende week terug voor aflevering 242. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.